Het is een Baba Ghanoush, een aubergine en een harissa yoghurt. Yes, het is weer een nieuwe video van de Gierige Gasten. En Martijn, we hebben natuurlijk in ons leven heel wat gratis afgegeten. Ja. Dus in dat opzicht zijn we best wel bevooroordeelde. Dik geworden. Dik geworden. We zijn rijke mensen daarin, hè? Ja, maar als je kijkt naar de echte rijke mensen, die hebben gewoon privé koffie voor werken. Ja. Dat hebben wij nog niet. Dus jij wil vandaag een gratis privé kok fixen in huis. Precies. Gaan we doen, jongen. Oké, nou, stap 1 in dit masterplan. Ik wil nu een nep-facturen gaan maken, vacaturen. Mm-hmm. En dan doen we net alsof hij een restaurant gaat openen. En dan kijken of er een kok reageert die natuurlijk wel even moet laten zien wat hij waard is. Nou, eerste zaadje is geplant. Oké, we zijn even 3 dagen verder. We hebben onze eerste reactie. Ja. Oké, hier komt die. Geachte heer mevrouw, ik ben recent begonnen met het concept Fast Foodie. Op dit moment doe ik alleen bezorging, maar ben ook op zoek naar een fysieke locatie om mijn concept te exploiteren. Sta je hier eventueel voor open? Nou, daar staan wij helemaal voor open. Mits hij even komt koken bij ons thuis. Maar is het niet heel raar om bij iemand thuis... Ja, tuurlijk is het heel raar, maar... Ja, ik denk dat hij erin trapt. Dag Luc, je spreekt met Niels. Ik heb jouw e-mail ontvangen. Kijk, we hebben verschillende kandidaten nu op het oog. En wat we eigenlijk even willen doen is gewoon iedereen even laten langskomen. En heel even een paar dingetjes laten maken wat zij voor ogen hebben qua keuken. Dus... Proefkoken. Inderdaad, een soort proefkoken. Oké. Nu is het probleem alleen dat ons restaurant nog vol verbouwd wordt. Ja, we hebben een mooi appartement ergens met een keuken. Dus als het eventueel daar kan, dan heel graag. Gewoon bij jullie thuis, bedoel je? Ja. Precies, nee, dat moet wel kunnen. Oké. Yo, oi oi. Nou, we hebben een afspraak. Aankomende zondag 1 uur, privé kok bij ons thuis. Nou Niels, onze kok is onderweg. Ik voel er al mee. Ik vind het heel spannend. Oh god. Dit is hem. Dit is hem. Hoi, Niels. Hey. Hey man. Luc. Hey. Hi. Topper. Dit zijn boodschappen mee. Ja, ik heb dus zelf een bedrijfje, een soort cateringbedrijfje. We maken kant-en-klare maaltijden. Ja. En ik zou het heel vet vinden om dat ook in een restaurant neer te gaan zetten. Oké, man. Want jullie willen dus een restaurantje gaan openen. Ja. Ja, daar zijn we nu druk mee bezig, aan het verbouwen. Ja, hadden jullie al een naam voor het restaurant? Niels die had wat leuks, toch? Een naam? Ja, de Nachtwacht. De Nachtwacht? Ja. Hoezo? Ja, dat is, weet je, dat is echt Amsterdams. We willen echt een Amsterdamse tent openen en Nachtwacht is wel, ja, bekend naar de hele buitenwereld. Ja. En het is vervelend dat we daar nog niet even terug kunnen. Dus ik moet even hier, dus ik weet niet of deze keuken goed gaat. Ja, het is wel apart inderdaad. Nou, ik zou zeggen, doe lekker je dingetje. Ja. Goed, ik ga even wat dingen bespreken. Ja, 10 minuutjes nodig denk ik of zo. Dan, cool. Wij zitten boven. Is het niet heel raar dat wij hier op dak zijn? Ja, maar je moet even weghouden. Dit is redelijk ongemakkelijk dit, hè? Het is heerlijk ongemakkelijk en ik voel me ook best wel een beetje naar. Zo bij de trillen was. Gaat hier? Ja, ze zijn er bijna. Ja, jullie moeten maar wel even proeven. Ja, ze zijn er. We hebben hier een burger, salade met sugar snaps, spicy kipballetjes. Het is een Baba Ghanoush, een aubergine en een harissa yoghurt. Dat is een beetje spicy yoghurt. Ja, burger, sugar snaps, ja. Heerlijk. Aangenomen! Ja. We hebben van de week ook nog een paar andere kandidaten die nog langskomen. Ja, die komen hier ook allemaal nog koken. Ja. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Maar... Het is wel lekker als ze wat kunnen meenemen. Als ze wat kunnen meenemen. Ja. Duidelijk. Ja, inderdaad. Oké jongens. Ja man. Toppie man. Ja, dat we weten. Hartstikke bedankt. Ja, succes. Heel erg bedankt. Yes. Echt, geen probleem. Top. Is goed jongens. Ja. Yo. Oké. Okay. Pas op. Yo. Hij moet gevoeld hebben dat het heel raar was. Gaan we zien, tera, hij zei er ook wat. Oh, die eerste komen hier ook allemaal komen. Oké. Okay. Van, dit is raar, dit gaan jullie vaker doen. Ja. Dit hoort er ook niet. Nee. Het was wel lekker. Ja.
Ja, Luc. Excuus als je kijkt. Om het goed te maken gaan we wel even een aantal van die voedselpakketten bestellen de aankomende weken. Niet te veel, hè, Nelis? Nee. Hey, trouwens, 30 juni draaien wij bij Dikke Vissa. En jij kan erbij zijn. Jij kan erbij zijn. We geven namelijk 6 kaarten weg. En hoe kun je die winnen? Nou, dan moet je gewoon even naar ons Instagram, moet je onze pagina volgen. En dan is er een foto, die moet je ook even liken. En dan deze foto kans, is dat? Deze foto. Hier komt en like die dan. Dus, tot volgende week! Daag.